Even een kaartje van Attica erbij. Dus het machtsgebied zeg maar, van Athena, hier van Athene. Hier heb je dus Athene liggen met de havenstad Piraeus. En hier zie je het beroemde eiland Salamis, waar uiteindelijk de Perzen verslagen worden. En als je kijkt naar dit hele gebied, dat heb je wel eens eerder gezien waarschijnlijk toen je Lysias aan het lezen was. Het is natuurlijk onderverdeeld in allerlei verschillende gebieden en filen. Dus je hebt er een aantal stadjes en een aantal gebieden bij zitten. En een van die dingen is bijvoorbeeld Kaap Sunion. Waar die precies ligt, dat is hier. Dat is het uiterste puntje van Attica, hier beneden aan. Dus daar komt uiteindelijk dat schip aan uit Delos. Dat wordt ook in deze tekst, in deze Krito-passage, expliciet genoemd, die Kaap Sunion. Dat is dus hier. Nou, wat zegt Socrates dan? Tina Tauta, en dat gaat nog steeds over dat bericht, die Angeliaan. Dus welk bericht is dat dan? Of, en nu krijg ik weer Afhiktai, dus van Afikneomai, weer een perfectum. Er staat namelijk geen thema-vokaal tussen, en in dit geval is het een kappa geworden. Een Afikneomai. Of is het schip Ekdelu, daar heb je hem al, uit Delos aangekomen. Of is het schip uit Delos, is het er al? Want wederom een perfectum. Drukt een toestand uit. Nou ja, en dan krijg ik hier een hele maffe genitivus absolutus. Hoe afikomenu? Dat verwijst namelijk terug naar dat schip. Nadat het welk aangekomen is. En hier zie ik dus wel dat er een thema-vokaal tussen gekomen is. Dus in dit geval is het een aoristus, een thematische aoristus. Afikomenu. Nou, naar welks aankomst mag ook. Dus na welks aankomst, dat klinkt ook een beetje raar hè, nadat het aangekomen is. Die is het nodig. Het nodig is na welks aankomst, dat moet je eigenlijk weg. Na welks aankomst het nodig is dat ik, nou en hier wederom een perfectum tetnanoi. Dus T is de reduplicatie, tna, de stam van apotneisko, en noi is dan de infinitief is uitgang in het perfectum tetnanai, dat ik dood ben. Dus apotneisko is sterven, en als je kijkt in het perfectum, de perfectum geeft een toestand aan, een toestand van iets van het aan het sterven zijn in het verleden, en dan ben ik dus nu dus in het heden dood. En naar de aankomst waarvan het nodig is dat ik dood ben. En dan zegt hij gewoon nee. Utoi de afiktai. Het is voorwaar niet gekomen. Alla dokein met mooi heksai temeron. Maar heksai komt van heko, dus zeg maar zit hierin voor het futurum. Het zal morgen komen, dokein mooi, naar mijn mening. Ex hoon, letterlijk vanuit wat, afgaande van, afgaande op, uitgaande van, wat ab angelusin, gewoon present, tines, dus hier staat geen accent ergens, dus het is sommigen. Afgaande op wat sommigen berichten, en dan wat die sommigen dan, he contes aposunio, daar heb je hem al, die capsunion, kai catalipontes, ekei auto. Nou, hecontes is participium presens, dus komend vanuit Sunion, en katalipontes is dan een van katalipo, dus daar is de I verkort tot I, en is dus een thematische aoristus geworden, en het daar verlaten hebbend. Dus het gaat natuurlijk over het schip. Een klein dingetje nog, voor nog een klein hulpje. Auto is altijd onzijdig. Het is van auto's, dat herken je waarschijnlijk wel, maar het onzijdig van auto's is altijd auto en niet auton. Dus als je auton ziet, dan weet je zeker dat het een accusativus mannelijk is, en auto is onzijdig.
Nou, Delon, toen ik toen angeloon, had die hek zei temeron. Nou, Delon, het is dus duidelijk, ik toen angeloon uit die bodes, of uit die berichten, maar ook. En nu krijg ik in dit kleine stukje twee keer een dat-constructie. Dat kan in het Grieks op verschillende manieren. Hoti is er één van. Het is dus duidelijk dat. Maar je had ook een ACI kunnen gebruiken. En dat gebruikt hij dus in het vervolg. Dus hij wisselt dit af. Het is dus duidelijk van die bodes. Hoti heek zei temeron. Dat het morgen zal komen. Dus dat schip dat moet nog verder. En dat komt dan wel morgen. Kai ananke de eis aurion estai o Socrates ton bionse telautaan. En het zal dus morgen ananke noodzaak zijn, dus estai. Het zal zijn, dus futurum Socrates. En nu wederom een AC, het zal noodzaak zijn dat. En dus nu niet met hoti, maar met een ACI. Ik heb hier twee A's, namelijk ton bion en se. Ja, eigenlijk zijn dit drie A's, maar ton bion hoort bij elkaar en se. En één infinitivus teluitaan. Dus ik pak se als A van de ACI. Dat jij het leven ton bion teluitaan beëindigt. Dus dat het leven is dan weer gewoon leidend voorwerp bij teluitaan. En dus valt eigenlijk binnen de ACI-constructie. Staat er nog wel buiten, maar hij hoort binnen die ACI-constructie. Nou, en dan zegt dan Socrates, maar bio tuge agathai, letterlijk, maar Krito toch voor een goed lot. Maar Krito toch, hè? Ach, Krito toch, Kritootje, da, laat dat dan maar zo zijn. Dat hopen wij dan maar. Letterlijk staat er voor een goed lot. Laten wij dat dan maar hopen. Ei tautai, tois theois filon, tautai esto. Dus twee keer een herhaling daarvan, wel een anafoor. Als het op die manier voor de goden dierbaar is, dan tautai estai esto, dan moet het ook maar zo zijn. Dus esto, die to-uitgang, die komt niet zo heel veel voor, maar het Grieks heeft ook een imperativus van de derde persoon, dus een hij, moet iets doen, en die eindigt dan op to. En je hebt hem ook in het meervoud, en eindigt op een toon, maar in dit geval to. Dan moet het zo zijn. En dan geeft hij zelf aan dat hij daaraan twijfelt, want omentoi oimai, ik zei auto, temeron. Nou, ik zei auto is onzijdig, dus dat gaat in dit geval over dat schip. En dan krijg ik meen voorwaar niet, en dan wederom een ACI, dat auto, het, dat wordt dus accusatiefs van de ACI, het temeron morgen hek zijn, zal komen. Dus heko, futurum, sigma ertussen, hekso, en dan in de infinitivus hek zijn. Ik meen voorwaar niet dat het morgen zal komen. Dus je hebt hier je ACI nog een keer herhaald, en de hoti-constructies. Dus Socrates denkt daar in die ACI van, dat gaat vandaag niet lopen, die komen morgen niet. En wat zegt Krito dan? Potento to tek mairai, waar leid je dat dan uit af? Nou, dan zegt Socrates, ego soi ero. Ero is natuurlijk futurum vorm van lego. Ik zal het je zeggen. Tei gar puhus te rajai deime abtneiskein. Nou, nog een keer, dij, met een ACI, het is, dunkt me, dat poe, niet vergeten te vertalen, het is, dunkt me, gar, immers, nodig. Nou, wederom een ACI, het is nodig dat me, apotneiskein, dat ik sterf, en dan staat er letterlijk, tij hysteraiai, dat ik sterf op de latere, dan. Vandaar dat hier e staat, de latere dan. Dit is namelijk een comparativus en er hoort dan e bij. Later dan. Nou, daar wordt bij bedoeld de volgende dag. Dat ik op de volgende dag sterf, dan waarop, hij verwijst natuurlijk naar die dag,
dan waarop aan eiltijd tot Ploion. Daar heb ik dat Ploion weer, hè, het schip. Waarop het schip zal komen. Eltij had iedereen natuurlijk gezien. Dat komt natuurlijk van het werkwoord. Erg wel mooi. En daar staat an bij. An staat hier bij een conjunctieve. Dus een e of een o vorm. En hier een e vorm. An eltij. Dus zal komen. In dit geval drukt dat an dus een toekomst uit. Een futuralis dus. Dan waarop het schip zal komen. Fasi getoi hei oi tuton curioi. Dat zeggen, fasin, dat zeggen tenminste oi curioi tuton. Letterlijk de mens, de meesters van die dingen. Dat zeggen tenminste de meesters van die dingen. De mensen die daar over gaan. Laten we het daar maar ophouden, de mensen die daarover gaan. En dan heb ik deze passage gehad, kan ik dus binnenkort weer verder met de volgende. Het stukje Krito is niet zo heel erg lang, dus we zijn hier al over de helft.